als er nieuws is, is DVS TV er altijd bij. We dachten dat we klaar waren, net zo vlak voor de kerst. Maar toch nieuws. Bert, brand los. Ja, er is nieuws. En dat nieuws dat wil ik samen met jullie delen voordat heel Nederland het alweer weet. En ik vind dat alle DVS-vrijwilligers en DVS-supporters recht hebben om dat als eerste te weten. En het nieuws is dat ik na het seizoen stop bij DVS 33-1. Oké. En vanwaar de beslissing? Wanneer heb je die genomen, Bert? Nou, de uiteindelijke beslissing heb ik afgelopen dinsdag genomen. Want ergens moet je een keer een beslissing gaan nemen. En dat was wel het moment waarop ik dacht van, ik sta volledig achter mijn keuze. Dus toen heb ik ook zo snel mogelijk contact opgenomen met bepaalde mensen. En vandaar ook dat ik daarom nu hier sta. Wil je met ons delen waarom je die beslissing genomen hebt? Ja, die is eigenlijk niet zo heel erg spannend. Ik ben nu 2 jaar bezig met DVS. Ja, fysiek zeg maar 1,5 jaar, maar natuurlijk 2 jaar geleden om deze tijd werd bekend dat ik trainer zou worden bij DVS. Ik vond het moment gekomen om wat terug te doen voor de club die altijd erg goed voor mij is geweest. En daar heb ik altijd, waar ik ook heel dankbaar ben voor geweest. En ik heb ook altijd gezegd, ik wil wat terug doen. Dat was dus nu het moment. Straks zijn we, want we kijken natuurlijk verder. We maken het seizoen lekker af. 2 jaar verder. En dan denk ik dat mijn missie er voor dat gedeelte op zit. Ontzettend veel mogen en kunnen doen bij de club. Niet alles was zoals men mij had aangegeven toen ik hier kwam. Trof ik niet aan wat wel de bedoeling was wat ik aan zou treffen. En wat had je verwacht? Dat is allemaal intern, maar het betekende wel dat ik een andere manier van management moest toepassen dan dat ik had verwacht. Keihard aan de slag gegaan, nergens voor weggelopen. Maar ik denk aan het einde van dit seizoen dat er een fantastische staf staat. Zowel medisch als ten aanzien van de leiders en het management. Fantastische speelgroep, spelersgroep. Speelwijze die aanslaat. Ik heb het idee dat het eerste elftal weer terug is bij de club. Naar waar het hoort. Jeugdspelers die doorbreken. Dan is het op een gegeven moment tijd om te zeggen van mijn missie zit erop. De club kan hier weer verder mee. Moet hier ook verder mee. De club is niet Bert van Hunisijn en niet andersom. En kan hier ook verder mee. Dus aan mij dan om aan het over te laten aan anderen. Hoe kijk je persoonlijk terug op je carrière hier bij DVS? Hij mag nog even, gelukkig. Ik zie erg uit naar het komende half jaar. Omdat dat moet natuurlijk het slotstuk worden. Het knalstuk van het harde werken wat we met elkaar hebben gedaan. Hè? Zowel de spelers als de staf. Hoe kijk je erop terug? Ja, dat kan ik straks pas doen. Ik zit nu nog vol in de keuze die ik nu nog maak. We zitten nog vol in de competitie. Het zijn maanden geweest waarin het heel druk is geweest door allerlei omstandigheden. Er zijn wedstrijden geweest waarbij we ontzettend genoten hebben. Trainingen die een feest waren met deze spelersgroep. Daar willen we zometeen nog de komende half jaar nog heel veel aan gaan doen. En veel publiek blijven bieden. Maar vooral ook natuurlijk, we willen ook heel graag promoveren. En dat zal het ultieme doel nog wel blijven. En daarna, wat is de toekomst? Weet je er al? Heb je daar al over nagedacht? Ja, mooi. Ik had die vraag natuurlijk wel verwacht. Nee, heel eerlijk. Nee, ik heb ooit volgens mij toen ik ging stoppen bij SCC, toen wist ik ook nog niet hoe het zou gaan lopen. Een beslissing moet je maken op basis van wat je nu weet en hoe je je voelt. Als je een beslissing maakt op basis van andere kennis van zaken, dan zou ik er meer last van hebben. Ik kan hem nu maken omdat ik nog niks eromheen heb. Ik heb echt werkelijk geen idee. Ik heb een nieuwe werkgever die veel tijd vraagt. Privé hebben ze me afgelopen jaar wat minder gezien. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik assistent word of mag zijn ergens waarbij het niet verwacht wordt. Ik weet het niet. Misschien krijg ik een kans op een ander niveau. Ik laat alles open. Ik ga straks eerst bij het kerstontbijt lekker genieten, zeg maar. En daar goed over nadenken wat de toekomst gaat brengen. Nou, dan zeg ik namens DVS TV en supporters, als ik voor hun mag spreken, bedankt Bert voor wat je hier bij DVS gebracht hebt. En we houden je natuurlijk nog wel even aan het komende half jaar dat we gaan promoveren. Of misschien nog wel wat anders? Ja, nee, dat mogen ze van ons verwachten en zeker ook van mij natuurlijk. Maar ik wil duidelijkheid creëren naar de club toe, naar de spelers toe. Die zitten natuurlijk ook in belangrijke gesprekken. En deze club is zo populair binnen het amateurvoetbal dat ik zeker weet dat mijn opvolger het fantastisch naar zijn zin gaat hebben. En dat er ook ontzettend goede trainers gaan reageren. Oké, bedankt voor deze reactie en fijne feestdagen, Bert. Ja, ook voor alle DVS'ers. Graag gedaan. We hebben net nieuws gehoord van Bert van Hunisijn, de trainer van DVS, stopt aan het eind van dit seizoen. Aart, jouw reactie hierop?
Ja, dit is een keuze van Bert. Van Bert zelf. En dan kun je twee dingen... je kunt het van twee kanten bekijken. Enerzijds is het heel belangrijk dat het een eigen keuze is van de trainer. Anderzijds vinden we het als bestuur van de vereniging vinden we het jammer. Maar we respecteren wel het besluit van Bert. En er is natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar ook voldoende gebeurd. En heeft heel hard zijn best gedaan ook binnen de club. En ook goed gewerkt. Prestaties neergezet. En wat dat betreft dan, is het, het is een beetje dubbel. Ja, het is nog geen einde seizoen. Bert is nog niet weg. Procedure, hoe gaat het nu verder in de toekomst? Heb je daar al, is daar al, of hoe vergaat hij door procedure? Nou, op korte termijn is de tweede seizoenshelft is belangrijk. En we staan er goed voor. We staan derde. En we doen lekker mee in de tweede periode. Wat dat betreft. En Bert is ook echt een clubman die ook gewoon ook de tweede helft van het seizoen 100% zijn best doet. En daar hebben we ook vertrouwen in. Dus dat is ook helemaal niet de discussie. En we zullen in de maand januari zullen we samen met de TC te raden gaan wat we het seizoen 2019-2020 gaan doen. En zoals bekend hebben we er toch al een flink aantal spelers hebben al te kennen gegeven dat ze ook volgend jaar bij DVS voetballen. Er zijn wat contracten opengebroken. En hier en daar ligt dan wat werk. En vertrouwen de TC wel toe. Bert, Aart, wil je verder nog wat kwijt persoonlijk over het opstappen van de trainer? Nou, het is volste vertrouwen in deze man. Ik heb de laatste anderhalf jaar ook gezien hoe hij ook met hart en ziel ook functioneert binnen de vereniging. Het is ook een trainer die binnen de vereniging ook op handen gedragen wordt. En dat vind ik alleen maar mooi. En trainer is inderdaad, het is een werknemer. Als bestuur hebben we ook getracht, ook bij de aanstelling. En zoals het nu ook gaat, ook gewoon als een goede werknemer ook te behandelen. Vertrouwen te geven, dat heeft hij ook, dat heeft hij niet beschaamd. En nogmaals, het is een keuze van hem. Dat vinden we het belangrijkste. Want Bert zal zelf nog wel kijken van wat hij in de toekomst gaat doen. Daar kan hij zelf wel over beslissen. En misschien zegt hij wel van misschien een poosje rust. Misschien komt er wel een andere mooie club. Maar goed, deze man die komt wel weer aan de bak. Bedankt voor deze reactie, Aart. Ja, graag gedaan.